Een aantal raadsleden ging onlangs in gesprek met inwoners en energiecoöperaties over de energietransitie in de stad. Credo van de avond: als je toch al moet verbouwen in je huis, doe het dan gelijk op zo'n manier dat je huis energiezuinig wordt. Simpele dingen van isoleren, die is hier ook allemaal genoemd, gewoon de folie achter je verwarming, de gordijnen dicht, de kieren dichten. Kijken of je lampen wat zuiniger kan. Een hele hoop kleine dingen doe je wel, maar de grote doen, de schil van het huis. Ik heb maar één keer spaargeld, ik kan het maar één keer uitgeven. Dus ik moet gewoon nadenken over wat kan. En dan weten we nog niet waarmee, welke alternatieven er goed zijn om je huis te verwarmen. Wat ik vooral ophaal is wat er leeft bij de mensen. Je hoort hier mensen die eigenlijk heel betrokken zijn bij hun energietransitie, daar al heel veel stappen in zetten. En vooral bij hen horen we nu waar ze tegenaan lopen en waar ze nog moeite mee hebben en wat ze graag van ons als gemeente zouden willen horen. Ja, dat mensen met heel veel onzekerheden ook leven. Onbeantwoorde vragen van welke kant gaat uiteindelijk nou op en welke kant gaat de gemeente nou uiteindelijk op per wijk. En dat is een beetje jammer als je een soort van wachten op dat iedereen op elkaar aan het wachten is eigenlijk. Geduld hebben. En dat is eigenlijk wat ook bewoners moeten hebben. Die moeten niet meteen op stel en sprong, als er één advies binnenkomt. Oh, dit gaan we doen, of dit gaan we doen, of dit gaan we doen. Veel adviezen zijn tegenstrijdig en daar gooi je heel veel geld weg. Dus hou je hoofd koel. Kijk gewoon wat werkt en wat niet werkt. Kijk waar je garanties op krijgt, ook van de overheid, en ga dat doen. Nou, ik denk dat er een heleboel mensen niet enthousiast zijn, maar vooral met veel vraagtekens zitten. En misschien veel eerder een beetje bezorgd en benauwd zijn. Wat komt er allemaal op ons af? Ik denk dat je die mensen wel kunt enthousiasmeren door ze heel veel duidelijkheid te geven. En die zorg een beetje om te draaien in, als je dat kunt, in enthousiasme en zien wat de voordelen kunnen zijn. Wat de gemeente zou kunnen doen, dat is zeggen van dit zijn betrouwbare adviseurs. En de gemeente zou, en wij hebben er al om gevraagd, een soort gemeentegarantie nieuwe stijl kunnen introduceren. Die zou dus kunnen zeggen, adviseurs die in dit, op deze lijst staan, daarvan garanderen wij dat de rapporten die ze uitbrengen naar jullie, dat die kloppen. In zijn totaliteit denk ik dat voor mensen algemeen geldt dat men merkt dat die subsidiemaatregelen vaak lastig te doorgronden zijn. En ook nog wel eens een keertje veranderen in de tijd. Dus dat houdt de mensen ook nog wel eens tegen om te zeggen van ik wacht wel even totdat er meer subsidie is.